We weten allemaal dat eten en drinken heel erg belangrijk is. En wat wij vooral anders doen is zeg maar de beleving erbij geven. Dus een mooie gedekte tafel, nou ja, in ieder geval een goed gesprek. Nou, bij de bewoners merken we vooral dat ze er echt naar uitkijken om naar beneden te komen. Het liefst blijven ze zitten na de koffie om te kijken van nou, hoe worden de tafels nou gedekt? Kunnen we misschien eventueel meehelpen? Wij lopen altijd wel een tafeltje even naartoe om voor een grapje of even iets over te zeggen. Als je het eten neerzet en het wordt helemaal stil en je hoort het gekletter van het bestek op de borden, ja, dan is het voor mij prima. En ik ben van overtuigd, als het eten goed is, mensen lekkerder in hun vel zitten, dat daardoor de zorg ook minder werk heeft, zodat we meer tijd kunnen besteden aan de bewoner. Ja, we krijgen regelmatig complimenten en dan ja, met een glimlach in de ogen zeggen ze: Jaco, wat heb ik weer heerlijk gegeten, hartelijk bedankt. En dan zeg ik altijd: dank je wel dat u mijn gast wilde zijn.